Ja, het oorspronkelijke idee was, er is veel onrust in de stad. Mensen zijn ontevreden over de ontwikkelingen in de binnenstad. Er mag nog wat gebeuren. Nou, dan kun je mega mopperen natuurlijk langs de kantlijn, maar je kunt ook initiatieven tonen. En we hebben hier een galerie, een kunstgalerie. En er is nog een mooie expositieruimte Hengelo in het station. En wij dachten, als we die twee nou eens met elkaar gaan verbinden, zodat we de bezoekers die hier komen ook naar de andere plek kunnen sturen en omgekeerd. En daar een kunstroute van maken. Want op de weg tussen die twee galeries, daar zijn al de nodige kunstwerken te zien. En het leek ons een aardig idee om dat verder te gaan inbreien, zoals we dat noemen. Dus daar kunstwerken aan toevoegen, tijdelijk of permanent. En dat is eigenlijk de gedachte geweest. Met dat idee zijn we aan de slag gegaan. En daarvoor hebben we vanuit de provincie en de gemeente Hengelo een bijdrage gekregen om dat idee ook te realiseren. Om een voorbeeld te noemen, het hele project noemen we Hardlane. Dat is de route, zeg maar, tussen de beide expositieruimtes. Maar een onderdeel daarvan is bijvoorbeeld het Street Art project. Dat is een onderdeel waarbij we kunstenaars van naam in Nederland en ook van buiten Nederland gevraagd hebben om in Hengelo een kunstwerk aan te brengen op een blinde muur of op een gevel. En we hebben ze uitgenodigd hier naartoe te komen en gevraagd om daar een kunstwerk te maken. En we zien ook de reacties vanuit de stad, dat mensen zeggen, ja, er komt wat meer kleur in de stad. Hè? De grijze plekken veranderen in kleur en maakt mensen wat enthousiaster, wat vrolijker. Dat is wel een beetje de achterliggende gedachte, dat die stad wat vitaler en wat levender gaat worden. Want dat is een beetje de druif die erachter zit. Het is nog niet klaar, het project is een driejarig project. We zijn in 2016 begonnen. We zijn nu halverwege, zou je kunnen zeggen. En volgend jaar willen we nog wel een beetje gas geven, want we zijn er nog lang niet. Achter ons staat een werk van Ilko van der Perg, genaamd Cat's Eye. Een ontwerp wat hij al eerder gemaakt had, maar nooit een goede plek voor gevonden had. Ilko van der Perg hoort tot een van de belangrijkste street art kunstenaars in Nederland. Gaat de hele wereld over. En we waren natuurlijk ontzettend blij dat hij hier in Hengelo een werk wilde maken. Nou, en dit is natuurlijk een spectaculair werk.